Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 10 april. Momenteel valt er in het noordoosten van het land nog wat regen, maar die regen trekt naar het noorden weg. En in het midden en zuiden van het land zijn al flinke opklaringen. En die opklaringen die breiden zich verder uit. De temperatuur ligt vanochtend zo rond de 7 graden, vanmiddag stijgt het kwik verder en wordt het over het algemeen zo tussen de 13 en 15 graden. Maar in het zuidoosten van het land kan het misschien lokaal wel 16 of 17 graden worden. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, en dan komen er steeds meer opklaringen. En ook vannacht is dat het geval. Dan is het ronduit helder. De temperatuur die kan vannacht dalen naar een graad of 7. De oostenwind trekt aan, en ook morgen hebben we te maken met een stevige oostenwind die matig tot vrij krachtig is. Maar het is wel een zonovergoten dag met temperaturen tussen de 16 en 19 graden, mogelijk langs de zuidelijke grens, zelfs lokaal 20 graden. Het is helaas de enige zonovergoten dag, want vanaf dinsdag wordt het weer wisselvalliger en vallen er af en toe buien. Maximaal liggen dan rond de 15 graden en de wind die is naar het zuidwesten gedraaid. Ook de dagen erna blijft het wisselvallig met een graad of 15. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.